Hansie en Jolanda stormden naar buiten. Een Surinaamse vriend raapte juist de bal tussen de distels vandaan. Hansie, er zit een bruine in de tuin. We worden omschreven als asociale Amsterdammers die kansloos zijn en die vervolgens naar Lelystad verhuisd zijn. Het is heel, heel volkse types, weet je. De buurman die er vandoor gaat met de zus van iemand op de hoek. Ik word daar neergezet als iemand die schijnbaar hele dagen niets te doen heeft. En mannen van andere vrouwen afpak. Kratjes pils op straat. Mijn vader wordt in het boek een aantal keer door de mangel gehaald. Dat hij met kratten bier over straat liep, op een bankje zat. Ik beledig ze ook nergens, weet je. Ik heb alleen beschreven wat er gebeurde. Wat ik heel erg vervelend vind, is dat hij achterin het boek schrijft dat dit de waarheid is. Ik zou zeggen, kom een keer langs, dan gaan we koffie drinken of een biertje. En dan hebben we het erover. Ja. Maar waarom stap je meteen naar de politie?